Ja, fotograaf. Zeker. Jij zou het wel. Ja. Voilà, alsjeblieft. Dank u. Dag, Lucien. Hallo. Soms gaat het niet, meneer. Want dat is het eigenlijk deze avond, na deze heel plezante fakkeltocht al, beginnen we nu hier op de vismarkt. We gaan zelfs nog een paar andere straten lopen totdat we terug op de grote markt zijn. En telkens gaan we hier en op de andere stops die we gaan doen, gaan we zelfs een sein geven en dan gaan jullie allemaal heel hard verschieten. En dan mogen jullie allemaal heel hard ha schoon roepen. Dus dit is de start, maar dat komt natuurlijk na het ontsteken van die lichtjes overal, komt er nog heel veel meer in Lier. Want volgend weekend gaat er hier onze kerstmarkt door. En volgende zaterdagmiddag komt de kerstman hier aan. Dan gaat hij van mij de sleutel krijgen van zijn huisje, waar dat hem dan daarna hier aan de overkant van de straat gaat inzitten en allemaal geschenkjes gaat geven. Er gaan ook een heleboel heel toffe attracties zijn tijdens die kerstmarkt hier in Lier voor de kinderen. Er zal ook een kerstmarkt zijn in Koningshoit uiteraard. De winkels gaan open zijn. Je hebt misschien ook al gezien dat er op, men is al begonnen, met op een dertigtal uitstaanramen heel mooie schilderingen, kerstschilderingen aan te brengen. Daar moeten allemaal goed naar gaan kijken. Daar zit een letter verbonden in die schildering op sommige ruiten. Daar is een prijskampagne verbonden, daar kunnen prijzen mee gewonnen worden. Beste mensen, we gaan bij onze tweede stop
nog eens een keer aftellen. En dan gaan we hier weer van alles gewoon dingen zien, verlichting. We gaan er dan beginnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu verder voor het slot van de feestelijkheden naar de Grote Markt. Beste mensen, we zijn dus nu gekomen op onze derde stop. De belangrijkste, de schoonste aan ons stadhuis. Het wordt trouwens tijd, want de meeste van onze bougies zijn al uit. We moeten ons dus haasten. En we gaan dus ook hier weer aftellen. We beginnen eraan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ik denk dat we allemaal heel tevreden kunnen zijn dat ons stad weer heel mooi en heel goed kerst kan vieren. Ik bedank u nog eens allemaal dat je deze avond tot hier bent gekomen. En voor de rest nog een prettige avond en prettige kerst- en nieuwjaarsfeesten. Dank u wel.